net in de zaal en toen zei iemand tegen mij, ja, wij zijn 44 jaar jong. Toen sprak ik iemand van de raad van alle, van de jeugdraad van alle, die zei van nee, wij zijn niet 44 jaar jong, wij zijn 44 jaar oud. Ja, wat is het nou? Zijn we nou 44 jaar jong of 44 jaar oud? Ik denk gewoon dat wij 44 jaar fris zijn. En als je fris bent als vereniging, dan kun je blijven bestaan. Dan kunnen we er ook nog 44 jaar bij aanknopen. Corrie, 44 jaar carnavalsvereniging De Veenekloten. Dat is een heel eind. Van harte gefeliciteerd. Ja, dat is zeker een heel eind. Ik herinner mij in principe als de dag van gisteren. Toen we zijn begonnen met ledenwerven in Zaalvuur. Dus dat verhaal is vanmiddag hier zo het al een keer verteld. Ja, maar beginnen bij het begin. Want waar is het begonnen? Hoe is het eigenlijk gegaan voor 44 jaar terug? 46 jaar geleden zaten Herman Dopmeijer onder andere en Erik van Dijk, Harry Wessels en ik in het bestuur van Jeugdsoos Pinktai. En wij kwamen toen nog wel eens in Twente en daar hebben wij wel eens carnaval gevierd. En toen zeiden we tegen elkaar van, hey, dat moeten we hier ook eens proberen. Dus wij zijn heel langzamerhand begonnen op een zaterdagavond in Pinktai carnaval te vieren. En dat liep, dat sloeg behoorlijk aan. Een jaar later heeft Hans Wolf, die kwam toen net op zaal Vitus. Die heeft toen gezegd van, hey, dat wil ik ook eens proberen. Hans Wolf ook een carnavalsavond gevierd. Pinktai ging om 11 uur dicht. Dus wij als bestuur zijn van Pinktai, wij wouden even kijken hoe de goede mensen carnaval gingen vieren. Wij naar de Vitus. Aan de praat met elkaar. En op een gegeven moment komt Hans Wolf eraan met een paar Heineken bloknootjes. Dan kunnen we wat namen opschrijven. Missen dat er mensen zijn wie als ze van een vereniging op willen richten. Ja. Zodoende zijn we gekomen aan de eerste 10, 20 man. Wie zeggen we, nou, wij voelen er wel wat voor. Toen is er een vergadering belegd. En zo is het balletje gegroeid. En nou staan jullie hier, 44 jaar carnavalsvereniging De Veenekloten. Maar wat is het verschil eigenlijk tussen nu en eerder? Wat is er echt veranderd? Het aantal mensen natuurlijk, hè, dat scheelt al heel veel. Het was in het begin natuurlijk altijd zo van, ik wil niet zeggen dat je een klein groepje had. Je had wel een redelijke groep al. Alleen dat was wel een geselecteerd groepje. Want niet iedereen hield van carnaval. Maar je ziet nu toch steeds meer dat mensen dat een beetje aan de kant gooien. En dat ze gelukkig gezellig meedoen. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat gewoon gezellig lekker met jou een dolken maken. Gefeliciteerd met het prachtige jubileum. Ja, in het begin was jij er niet bij, hè? In het begin was ik er niet bij en tegenwoordig wel. En mag ik ook het hele zootje hier voorzitten en dat doe ik met heel veel plezier. En als je dan terugkijkt, want dat was eigenlijk de vraag, wat is het verschil met een paar jaar geleden of zeg maar met de oprichting? Corrie die zei het net, toen ging het nog op een bierveeltje, op de achterkant werd het nog geregeld. Tegenwoordig is dat echt niet meer mogelijk. Als je kijkt wat je alleen maar al moet regelen, bijvoorbeeld voor de optocht, qua vergunningen, qua veiligheid enzovoorts. Dat zijn hele draaiboeken die daar voor gemaakt moeten worden, die moeten ingeleverd worden, die moeten goedgekeurd worden. Politie moet op de hoogte gesteld worden, ambulance, brandweer, EHBO, veiligheid, verkeersregelaars. Het is een heel ander feest geworden tegenwoordig dan om het te organiseren. Maar het feest is gelukkig nog steeds hetzelfde. Ja. Want jullie hebben meer dan 800 leden. Ja, we zijn dit jaar door de 800 ledengrens gegaan. Met een beetje geluk vlak voor de carnaval kunnen we zeggen dat we 850 leden hebben. We zijn ondertussen uitverkocht qua kaartverkoop, dus het is gigantisch momenteel. En ik zie dat er ontzettend veel werk verzet is. Ja, dat is ongelooflijk. Ook als je hier om je heen kijkt. Elke prins die heeft een tafel gekregen. En iedereen die heeft ook. Er is geen tafel leeg. Iedereen heeft echt donder zijn best gedaan om er wat moois van te maken. Wordt goed ontvangen. Het nieuwe boek van 44 jaar carnaval in Kloetendonk gaat als zoete broodjes op dit moment over de toonbank. Dus ja, het is een geweldig feest momenteel. Corrie, nog even naar dit museum. Want hier staat echt een hele verzameling. Hier staat van elke prins, dus van 44 jaar, staat in ieder geval de statiefoto. Van de meeste prinsen ligt de krant er, de staf, fotoboeken,
En hier aan deze algemene tafel, er liggen boeken voor de boeken. Het eerste kasboek ligt er, het eerste boekje van de secretaris, je kunt niet zo gek bedenken. Alles hebben we in de afgelopen 2 jaar, maar zo lang zijn we dus al bezig met deze tentoonstelling, hebben wij bij Jan en bij Piet en bij iedereen van de zolder af kunnen halen. En zodoende dat we hier zoveel materiaal hebben liggen. Mooi om te horen. Nou, we staan met z'n drieën. En dan zeg ik gewoon man, een 3 maal alaaf. Hans, jammer dat Tony er niet is. Maar gelukkig, ik geloof dat er wel een pop staat daar zo. Dus daar kunnen we hem straks nog even aan uitreiken. Maar Hans, ik wil jou in ieder geval wel het eerste exemplaar uitreiken van het jubileumboek. Je hebt hem zelf nog niet gezien. Dus het is echt de allereerste die uit de doos gehaald is. Ja, pak hem uit. Wat een prachtig boek. Ik vind het zelf super mooi. Hoe is dat gegaan, dat boek? Want wanneer ben je ermee begonnen? Nou, vorig jaar al. Na een vergadering over de jubileum, zeg maar. Toen werd er gezegd van, we gaan ook een jubileumboek maken. Maar toen werd mijn naam nog niet genoemd. En een dag later heb ik tegen Kees gezegd van, nou, ik ben hofschrijver, ik wil dat boek wel graag maken. Ik heb heel veel jaren heel veel geschreven voor de carnavalsvereniging. En voor de carnavalskrant onder andere. Ik heb heel lang de PR gedaan. Ik heb plakboeken vol met artikelen die ik geschreven heb voor de lokale en de regionale media. Heb ik ook allemaal bewaard. En dat was de basis voor dit. Samen met het boek wat Jan Dracht en Erik van Dijk bij het 22-jarig jubileum hebben geschreven. Dat was een mooi zwart-wit boek. Maar dit is mooi met kleur en ontzettend veel foto's erin. En dat maakt het levendig, ja.